7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Goedemorgen! Gisteravond heb ik het hele team gebeld. Ik zei, nou is het afgelopen. Ja, ik zat gewoon rustig op de bank. Zat jij een keer rustig op de bank? Heb ik het weer compleet verprut? Toen moest ik ineens naar bed. Ik zeg, jongens, dit moet stoppen. Ik heb gisteren helemaal in de tuin gewerkt. Nou, dan wordt het echt tijd om weer eens te gaan zenden, vind je niet? Maar het heeft ook wel echt lang genoeg geduurd. Het heeft lang genoeg geduurd. Maandje of twee niet. En ik ben daar heel slecht. Dus ik dacht gewoon, het is zover, we gaan gewoon beginnen. Ik heb gebeld met de zendermanager. Roland, kan ik eerder beginnen? Want ik weet, het startdatum in mijn contract ook staat 3 september. Maar ik kon niet wachten. Dus ik ben gewoon begonnen. Dus lieve luisteraars, ik hoop jullie... Zijn we überhaupt in de lucht eigenlijk? Kan iemand ons horen? Jawel, hè? Kom maar goed. Aan de telefoon heb ik Lotte de Boer uit Zaandam. Lotte, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij zit vandaag ook tot je nek in de taart en ballonnen, want het is feest bij jou. Ja, klopt. Nou, wat leuk. Ik ben nou wel een beetje verrast. Want vertel. Nou ja, ik ben jarig. Je bent jarig? Zeker. Nou, dat moet even gezongen worden natuurlijk. Het is een speciale dag vandaag. Jij hebt iets te vieren van. Bent vandaag 30 jaar geworden. Dat is te gek. En wat vind je er zelf van? Ja, wat vind je er zelf van eigenlijk, Lotte? Superleuk. Superleuk? Nou, hier. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, gefeliciteerd. De felicitatieservice wordt je aangeboden door... Simone, de zus van Lotte. En Ekdom in de morgen. Eerste noodgeval van vandaag, in ieder geval van deze week überhaupt in dit programma, is Sander van Beek. Sander, jongen, hè? Goedemorgen. Hoe is het? Ik ga wel, ben net wakker. Net wakker? Oh ja, ik hoor aan je stem ook. Je bent een beetje, ja. Ik ben een beetje lachend. Lachbus. Hier heb ik nog stemmen. Ja, wellicht. Barry White. Wat moet je doen vandaag? Ik ga vandaag een paar bezoeken. Van klanten ga ik naartoe vandaag. Klanten? Klanten, ja. Want wat doe je voor werk? Ik ben area manager voor een Europese zwembadgroothandel. Oh, een zwembadgroothandel. Nou, dat was een lekkere, was een lekkere zomer dan. Ja, was een hele goede zomer, ja. Niet meer een tijltje nodig, denk ik. Nee. Maar Sander, ondanks alles, jij hebt een deuntje in je hoofd. Je weet de herkomst niet meer. Nou ja, daar is Dr. Pop voor. Vertel, wat weet je nog? Nou, wat ik nog weet is dat het een soort stam was in Afrika. En dat zij zongen van... Here the wind blow, it's coming to you. En dan iets van Ayeti Agossi. Maar ik kan het niet vinden, ik ben er al 3 maanden naar op zoek. Oh jee, Agossi. Ja, Agossi. Ja. Ik denk dat dan... Oh jee, Agossi. Agossi. En dan... Is dat hem? Oh, ja, heerlijk, man. Ja? Geweldig. Ja. Man, dat is een jeugdherinnering. Dit was, even kijken... Er stond nummer 1 volgens mij deze week in 1989. Oh, dat was ik 10. Ja. Even kijken, ik was 11. Nou, dan zijn we ongeveer gelijk. Gaan we bijna gelijk op. Nou, geweldig. Het gaat om Margaret Singana. En dat was het thema van Shaka Zulu. Want zo heette die serie. En het nummer heet We Are Growing. We are growing. En ik heb hem, het mooie is, ik heb hem ook voor je meegenomen in een bijzondere uitvoering. Want je had namelijk de single versie, dat is die takke 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 versie. Maar je hebt ook de orkestversie en die werd gebruikt in de serie. En die draaiden ze ook in de top 40, weet ik nog. Ja, volgens mij die bedoel ik. Zullen we die maar doen dan? Dat doe die maar, ja. Bom, 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 bom. Ja, en nu is het voor het eerst dat wij samen in één ruimte zitten, Joen. Ja, dat is nog niet vaak gebeurd. Ja, wel eens een keertje per ongeluk, maar niet echt in een radiostudio. Want iedereen dacht altijd dat ik jou was en jij mij. Mooi is dat, hè? En nu eindelijk kunnen we eindelijk bewijzen dat het niet zo is. Er is onderscheid, mensen. Het is gewoon echt. We maken even een foto voor de socials dat we het echt... Brother from another mother. Zometeen naar 10. Jeroen, Nieuwenhuizen. Wat ga je doen? Plaatjes draaien lijkt me een heel erg leuk plan. Staat in het schema ook, zie ik. Ja, Oké, prima. Zometeen platen. Nou, hoe tof is dat? Ik zit er morgen weer, weet je vast. Hey, het klonk leuk. Morgen weer doen? Ja, nog een keer. Tamara, morgen weer doen? Ik had er al veel eerder iets mee kunnen doen, trouwens. Hadden we veel eerder moeten beginnen. Radio 10.